Dat is ook wat de developers eraan hebben gedaan, hè? Mm-hmm. En je speelt het op... Ik speel het op het moment op mijn Wii. Ja, het is een GameCube-titel. In principe hetzelfde, meer maar dat je dus de GameCube-functie die gebruikt kan. Inderdaad. Ja, dan. Built with Magi technology. 18 viewers. Wauw. Zet een goede kant. Het worden er ook steeds meer en dat is ook gewoon heel leuk om te zien. Mm-hmm. Voor mij komen we al richting de totale 2K views. En dat in pak een beetje een week. Ik kan even kijken hoeveel views het precies zijn. Ik zit nu namelijk op de site te kijken, dus ik moet eventjes Twitch laden. We zitten op 1728 views. Niet ik. Nee. En dat een pak een beetje een week. Dat is heel netjes. Ja, ik weet nou niet hoeveel followers precies hebben, want ik heb net afgesloten. Dat moet natuurlijk allemaal nog omhoog. Oh, dit is zo'n kutbos dit. Hoe komt het? Is hij gewoon hier in de hand of is het omdat hij speciaal aanval heeft of wat? Deze doet geen speciaal... Nou, het is niet echt speciale aanval. Het is meer de burst die hij op mijn karakter schoot. Dat vrij dodelijk kan zijn. Mijn karakter hebben niet echt heel erg veel HP. 3 hits, 123 damage. Ja. In één keer is dat niet zo heel erg van betekent. Dan ben je in één keer 1/3 van je HP ben je kwijt. Volgende. Ik heb niet op Skype of opgepikt. Ik zet even mijn tv aan. Ik hoop niet dat het wordt opgepikt. Oeh. Dat was heel pijnlijk. Inmiddels is die grote wel al dood. Dat is nee, toch niet. Daarom voor nu. De tering. Nog 3 KP. Oef. En ik heb geen... Oké, dat is niet zo leuk. Ik heb geen... health items meer. Oh, your option. Denk je dat wel of niet? Nope. Defeat. Nou, dat wordt dus even items inkopen. Ja, je kunt er niet uit een gevecht nog leven of zo. Je kan het wel met gewoon world monsters, maar met boss fights dan kan dat niet. Okay. Het is do or die. En in dit geval was het gewoon. Was het die, geen mana meer. Geen HP items meer, ja. Dan houdt het snel op. Hoeveel geld heb ik?
4500. Kopen we er hier 10 van. Dan slaan we hier even flink wat van in. Weet je, ik wil gewoon 15. Weet je in ieder geval zeker dat je genoeg hebt? Absoluut. En dan nog een keer overnachten en dan is alles weer prima. Dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. One night is 100 gold. En dan hou ik precies 68 gold over. Wow, who's that? What was that? Hoop maar dat je het haalt, want anders heb je niks meer. Ja. Are you hurt? Ik zie het met vertrouwen tegemoet. Ja, waarschijnlijk kan je het ook wel halen. It may have been a design. Seems like boys always got someone after him. What, so it's my fault? Ondertussen heb ik met Mario opgestart. Ja, ik ben aan het oefenen. Mario? Mario? Ja. Welke? Als ik eenmaal mijn capture card heb, wil ik Mario runs gaan doen. En daarmee bedoel ik dus van wereld 1-1 naar 8-4 binnen de snelste tijd, zeg maar. Ik kan toch niet een wereldrecord of zo halen, maar het is wel leuk om voor mezelf mijn record steeds te verbeteren. En welke Mario hebben we het dan over? Gewoon Super Mario. Gewoon zeg maar waarbij je begint met die hele wereld. Waarbij je drie van die blokken zeg maar hebt waar je tegenaan kunt springen. Eén Koopa, zeg maar, die naar je toe komt lopen. Ik weet niet of je daar een beeld bij kan maken. Niet echt. Maar het is gewoon Super Mario World, Lady World. Ach, ik zal het wel even kijken, ik ben net dood gegaan. Het is maar Super Mario Bros. Gewoon. Ja. Ik was niet echt een hele grote fan van de Bros titels. Ik vind het op zich wel leuk om te doen. Ja, voor een keertje is het wel oké, maar... Ik ben zelf ook meer van dezelfde af. Anders had ik ook nooit heel de marathon gekeken. Anders hadden we hier allemaal niet gezeten. Nope. Met al onze keychains straks. In mijn geval althans. Ik heb weer. Ik heb zelf niks gewonnen. Ik heb wel gedoneerd, maar dat vind ik belangrijker. Ik bedoel, geld. Ja, het is een goede hand. En daar gaat het om. Als je met het doneren ook nog iets kan winnen en je wint dan iets, is het natuurlijk ook leuk. Ja. Ja, ik kijk wel wat ik allemaal gewonnen heb, ik weet het allemaal niet meer. En ik heb ook redelijk wat gedoneerd gewoon voor het doneren zelf, dus. Ik volg het niet meer, jij? De chat bedoel je? Nee, ik ook niet. Geen idee waar het over gaat. Het gaat er vanuit dat de chat zeg maar een beetje inspeelt op de game en dat ze daarop gaan discussiëren, maar... Ik snap het ook niet meer waar het precies over gaat.
Volgens mij zijn ze gewoon aan het grammar laten zien. Als ik het zo kan zien. Grammaticale consequenties. Daar gaat het over. Grammar Wars. Right. Mm-hmm. Of volgens mij een nieuwe titel op Discovery Channel. Ik zie er nog de hele verkeerde kant op gaan. Dus laten we er maar snel mee stoppen. Voordat ze zo direct alles gaan verbeteren en weet ik veel wat. Dus gamen met een troll. Ik weet niet wie het nou de troll is. Bracelet, poison charm. No. Okay, let's go. Niet dat al mijn gedrink en gegeten en weet ik veel wat op de stream te horen is. Nou, als dat zo is, dan zullen er wel eventuele klachten uit de chat komen, denk ik. Denk ik ook. Daarna aan mijn popcorn liggen, daar geniet ik van. Ik ga er altijd vanuit als er niet wordt geklaagd, dan is het allemaal prima. Als er gewoon niks wordt gezegd, is het allemaal goed. Ja, het is ook weer zo, maar sommige mensen wel van aardig zijn en die zeggen dan gewoon niks. Ik heb er heel vaak last van gehad. Ik heb liever dat je zeg maar gewoon recht in je gezicht de waarheid spreekt dan dat je gewoon gaat liegen. Mm-hmm. En heel veel mensen die doen dat gewoon niet. Dat is jammer. Oh, we got a man down. Eruption. Chat goes ballistic. Ja, het is nou ook weer niet zo dat ik ze meteen een timeout wil geven, maar... Ik heb het niet veel. Oh, jij hebt te weinig mana. Mag je gelijk water op me gooien? Die. Oh, mama Oxy is er. Mama Oxy is back. Very good. And so order was restored. Dat is een goed idee. Op de blote billenkoek. Min 2.09. Nee. Dat is niet leuk.